Het is Steven van de Put van N-VA erbij gekomen. U was heel scherp voor de regering Di Rupo en de Europese blaam die ze gekregen hebben. U zegt het is allemaal jullie eigen schuld, maar wat zei de premier? Het is de schuld van de N-VA. Wel, de premier gaat hier natuurlijk weer al lichter over weg en probeert de schuld weer in de schoenen van anderen te steken. Het is natuurlijk zo dat Europa zijn aanbevelingen al doet sinds 2008, hè, lang voor er sprake was van de N-VA. Daarnaast is het ook zo dat het inderdaad lang onderhandeld is, maar dat we hier in het parlement in volle bevoegdheid meermaals hebben aangeboden om van die begroting iets meer te maken dan de voorlopige 12e. Ja, maar u zegt 2008 bestond de regering Di Rupo nog niet. Er zijn wel meer dan 500 dagen verloren. En de premier zei, N-VA, Bart de Wever heeft nooit met mij over de begroting willen spreken. Dat is dan nu wel makkelijk om te zeggen van het is allemaal onze schuld. Wel, dat is natuurlijk een flagrante leugen. Hè. Vanaf dag 1 is er gesproken over de begroting. Het communautaire is de begroting en vice versa. Wij hebben hier in het parlement dat een volle bevoegdheid was met een regering van lopende zaken waar zij voor verantwoordelijk waren. En je moet toch weten dat die regering een regering was van CD&V, VLD en van de PS ook. Hè. Dus zij waren in volle verantwoordelijkheid. Het parlement was in volle bevoegdheid. We hebben meermaals aangeboden op dat ogenblik om te zeggen, laat ons nu al stappen nemen voor besparingen, voor de veranderingen die dit land nodig heeft. Ze hebben dat toen altijd zeer hotijn geweigerd en hebben uiteindelijk zoveel tijd nodig gehad eigenlijk om ons van de tafel weg te duwen. Daar komt het op neer. Maar u zei daarnet van deze regering heeft nog niks gedaan. Is dat ook niet wat overdreven? Ze hebben wel voor 18 miljard bespaard. Dat is niet niks. Wel, bespaard is natuurlijk. Wat is besparen? Hè? Ik heb daar straks een paar cijfers gehaald en we kunnen daar heel technisch in worden. Feit is vandaag dat we vaststellen dat men altijd schermt met voor 18 miljard maatregelen. Wij blijven zeggen dat is 70% nieuwe inkomsten, fiscale inkomsten, die men dus legt bij de burger die werkt, die wil ondernemen, die spaart. Daar gaat het over. Dat zijn de inspanningen die deze regering gedaan heeft. Ze heeft ze zelf niet gedaan. Ze heeft ze opgelegd aan hij die werkt. Ja, maar België kampt niet met zoveel werklozen als bijvoorbeeld Spanje, Portugal. De meeste mensen voelen het niet zo erg. Ja, dan zou ik zeggen, laat ons dankbaar zijn aan deze regering, nee? Wel, ik zie toch dat dagelijks bedrijven failliet gaan, dat er dagelijks opnieuw jobs verloren gaan. Dat bijvoorbeeld vandaag Unizo uitkomt met een studie waarin 89% van haar leden zegt dat ze gedemotiveerd geraken door het beleid van deze regering. Wel, dan stel ik alleen maar vast dat die mensen die normaal positief in het leven moeten staan, die moeten zorgen voor de jobs die we zo dringend nodig hebben, als die mensen gedemotiveerd geraken, ja, waar gaan we dan eindigen? En dat is de verantwoordelijkheid van de regering Di Rupo. Geeft u eens één concreet idee, waar zou u die 4,5 miljard vinden die de regering nu moet zoeken? Wel, ik denk dat het heel duidelijk is dat deze regering nog altijd boven haar stand leeft. Er zijn geen besparingen gebeurd. Op 2 jaar tijd... Maar waar gaat u ze vinden? Heel kort, want we hebben niet zoveel tijd. In voorbeeld. Wel, laat ons beginnen met onze eigen administratie een keer vast te pakken en te optimaliseren. Laat ons ook kijken, als we gaan dingen doorschuiven naar de deelstaten, op welke manier dat veel efficiënter kan. Dat is juist ons programma uiteraard. Maar minder ambtenaren, daar is Hendrik Bogaert al goed mee bezig, hè? Wel, men zegt dat. Ik wil de cijfers zien, uiteraard. Oké. Een kritische N-VA, dat mag altijd natuurlijk. En bedankt Steven van de Put.